is meer, hè, als die klote klompen. Met zo'n pokkenmolen en zo'n schilderij in Amsterdam. Weet je wel. Waarom in ieder dorp een historisch museum die niet werkt? Kom op, ook dat moet je behouden, maar er is meer. Het staat hier. Heloïse, Ernst van E. De jasjes. Ja, yeah. De toetsenborden. Ted Oberg, de Living Blues. En zo kan Jaap nog wel even doorgaan. Want hier, verstopt op de Zekkenstraat in Hoek van Holland, staat zijn indrukwekkende verzameling aan alles dat met popmuziek te maken heeft. Een museum dat letterlijk uit zijn voegen groeit. Kijk, we zitten op een industrieterrein in Hoek van Holland. Kijk, dat heeft ook wel een stukje charme. Alles wat nu komt, komt wel gericht. En dat komt van heinen en ver. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja, een goede plek, omdat het het ook een betere plek verdient. Het is ons cultureel erfgoed, hè. Het is niet van mij, het is van ons. En laten we eens een keer trots zijn. En dankbaar, toch? Het is zo mooi. Het brengt ons iedere dag weer zoveel vreugde. I remember Elvis Presley. Inclusief de Veronica Top 40 Award. Het ligt hier gewoon, klaar. Voor een verhuizing van het museum is Jaap afhankelijk van anderen, waarin een belangrijke rol ligt weggelegd voor de politiek. Onlangs vroeg het CDA aandacht voor de historie van popmuziek, maar dat heeft nog niet tot iets concreets geleid. Natuurlijk zijn ze geweest. Eén groot blabla, wauw, en daarna hoor je niks meer. Jammer. Ja, popmuziek, politiek, ik weet het ook niet wat het is. Maar that's life. Maar gemeente Westland is ook van het jaar geweest. Ook wam, en dan nou ja, halverwege het gesprek moet er een weg, want die wordt gebeld en dan ze maken zelf de afspraak. En dan denk ik, jongens, als je het niet wil, waarom kom je dan mijn tijd voor? Knallen. Weet je wel, ik heb drugs gehad. Ja. In Hoek van Holland is, volgens Jaap, nog maar 1% van zijn verzameling te bekijken. En dat is precies waar de schoen knelt. We kunnen hier niet meer groeien. Dat is natuurlijk toch, weet je wel, dat is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een drama. Natuurlijk ook je werkruimtes. Je ruimtes om exposities voor te bereiden, om thema's voor te bereiden. Want iedere dag gebeurt er wel wat. Is er ook wel weer een dag een aanleiding waar je weer wat mee kan. En ja, dat geeft ons nu wel beperkingen. En dat is natuurlijk jammer. De kleding van Luf. De gitaar van Leo Koenraad. Herman Brood. De Veronica's. De Goede Doels. George Kuijmans, de Golden Earring jassies. De gitaren van Kajak, van Kees van Leeuwen. Cultureel erfgoed, dat volgens Jaap dus een nieuw podium verdient. Het gaat ooit een keer goed komen. Ik heb het ooit Jacques Senf op zijn sterfbed beloofd. Weet je, ook dingen die hier hangen vertellen inmiddels een verhaal. Hè? En dat is natuurlijk, ja, dat is zo mooi. Weet je, en dat merken we iedere keer weer. En dat merk je ook als er muzikanten van wel eer, hier, want dat zijn ook onze bezoekers. En dan merk je steeds meer dat het zo uniek is wat hier staat. En het is van ons allemaal, hè. We'll be right back.